Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van de gemeente Ede stelde ChristenUnie-raadslid Jan-Willem Middeles vragen aan het Edese College van Burgemeester en Wethouders over de dienstverlening van publiekszaken. De aanleiding voor de vraag was eigenlijk de verandering in werkwijze van publiekszaken. Met name het feit dat er nu een afspraak nodig is om bij publiekszaken langs te gaan voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs. Die afspraak die kan online gemaakt worden. Ja, en de aanleiding van de vraag is eigenlijk dat enerzijds dat dus die afspraak online gemaakt moet worden en niet iedereen digitaal even vaardig is. En anderzijds dat bij het maken van die afspraak een aantal persoonsgegevens moeten worden ingevuld waar wij ons ook de nut en noodzaak bij afvragen eigenlijk. Kan er alleen maar dan digitaal afspraak worden gemaakt? Is het niet even mogelijk om gewoon te bellen? Nou, inmiddels, we hebben daar dus met mondelinge vragen aandacht aan besteed. De wethouder gaf in zijn antwoord ook aan, die mogelijkheid is er ook om dat gewoon via het klantcontactcentrum, dus telefonisch te doen. We hebben nu wel als vervolg ook raadsvragen gesteld. Die staan inmiddels ook online, dus schriftelijke vragen gesteld. Waarin we ook vragen, nou fijn dat die mogelijkheid er is, maar waarom staat die dan niet op de website? Want het kan voor mensen die dus digitaal minder vaardig zijn, wie het online niet lukt om een afspraak te maken, wel een drempel zijn als die mogelijkheid om te bellen niet wordt genoemd. U had het ook over de gegevens die achtergelaten moeten worden. Wat is daar het probleem mee? Nou, er is privacybeleid binnen de gemeente, er is privacywetgeving. Je merkt dat mensen daar ook online vragen bij hebben, op social media bijvoorbeeld. Mensen zeggen, ja, waarom moet ik eigenlijk mijn geboortedatum invullen? Ik vind dat toch wel een heel persoonlijk gegeven. En wij zijn eigenlijk van mening dat je eigenlijk moet kijken, welke informatie heb ik echt nodig voor het maken van die afspraak? Een e-mailadres is bijvoorbeeld best logisch. Je kan een afspraakbevestiging sturen. Je kan een afspraak eventueel later nog aanpassen daardoor. Maar ja, is een geboortedatum nou echt nodig? Of kun je daar op het moment dat je iemand in de systemen wil opzoeken ook ter plekke aan de balie naar vragen? En daar zijn we heel benieuwd van hoe dat in het privacybeleid van de gemeente Ede past. Kon de wethouder daar al op reageren? Deels wel. Dus de wethouder heeft in zijn mondelinge vragen laten weten, we kunnen daarmee de afspraak eigenlijk versnellen. Dus de afspraak efficiënter laten verlopen. Met name zit je altijd met schrijfwijze, met spelling. Dat is niet altijd even duidelijk. Een geboortedatum wel. Dus dat is aan de ene kant wel heel logisch. Aan de andere kant, nu vul je dat dus in een online vragenlijst in. Die data die wordt verwerkt, die wordt opgeslagen. Ook al is het maar totdat de afspraak is geweest. Maar als je daar ter plekke naar vraagt, dan heb je dat ongemak bij de mensen niet. Je hebt die dataverwerking niet, dus met oog op de privacy lijkt ons dat gewoon veel logischer. U bent denk ik niet tevreden met de beantwoording, want u heeft schriftelijke raadsvragen gesteld. Ja, dat klopt. Nou, niet tevreden, dat zou ik niet willen zeggen. Dus het heeft wel een en ander voor ons wel echt verduidelijkt. Maar daardoor heeft het ons ook wel doen realiseren van, we hebben nog wel even wat vervolgvragen. Hoe zit het nou precies? En dat is de reden dat we nu schriftelijke vragen hebben gesteld. U wil gewoon duidelijkheid? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer.